Wat ik zie is dat Ambacht zich meer en meer ontwikkelt als een hele mooie woongemeente. Waar het heel fijn wonen is. En dat heeft te maken met dat er de afgelopen 10 jaar woningen zijn gebouwd waar mensen graag in wonen. Maar ook met mooie lanen met bomen, met groen, water eromheen, ook speelvoorzieningen voor kinderen. Kortom, heel prettig wonen. Waar we nu mee bezig zijn en ook de aandacht aan geven, dat is het duurzaam bouwen. Zo komen de nieuwe wijken die gasloos zijn en alternatieven worden toegepast. En dat is heel goed. En nou is een gemeente niet alleen iets van huizen, straten en groen, maar het gaat er ook om hoe mensen met elkaar omgaan. En dan zie ik dat het dorpse karakter van Ambacht, dus hoe mensen met elkaar omgaan, elkaar groeten, samen dingen doen met elkaar, verenigingen, noem maar op, dat zich ook doorontwikkelt. En dat maakt toch dat het fijn is om hier te wonen en dan voelen mensen zich ook fijn en gelukkig. De mensen in ons dorp, weet ik, vinden veiligheid ook heel belangrijk. Daar werken we dan ook aan en we zijn ook trots dat we eigenlijk in de Randstad bij de top 10 van de meest veilige gemeenten behoren. We hebben daar veel voor gedaan. Een onderdeel daarvan was weer om de politie in de gemeente te huisvesten. En daar zijn we blij om, omdat dan het contact met onze jeugdmedewerkers, de toezichthouders, één op één heel goed is. Maar veiligheid doe je ook met z'n allen. Of dat nou met brand is, met de vrijwillige brandweer, de preventieteams van mensen die als buurtpreventisten door de wijken lopen, de verkeersregelaars die een bijdrage leveren aan veilig verkeer. Kortom, we doen dat met z'n allen. En mensen vinden dat belangrijk.